Het cafévoetbal in Mechelen zit erop. Gelukkig wordt er hier 's avonds ook gevoetbald. Van FC Flamingo fiets ik naar Racing Mechelen. Ooit een succesvolle eerste klasser, maar ondertussen speelt de club op het vijfde niveau. Ze hebben wel nog een groot aantal fans. Eén van hen is Wim Put. Welkom. Dag Wim. Alles goed, ja. Ik ben toch juist, hè? Dat klopt inderdaad, ja. Mag ik naar binnen komen? Ja, natuurlijk. Oké. Ik dacht, ik kom hier eens een van de trouwe supporters van Racing checken. Ja, een van de oudsten, hè. Hoe lang al? Van 1951, hè. Als ik naar hier kwam, lijkt het wel alsof je zicht hebt op het stadion. Wil je eens kijken? Heel graag. Ja, supergraag. Jij kijkt los op die hoofdtribune daar? Ja, dat wel. Hè. Oh, cool. Dat is een tribune met 1500 zitplaatsen. Hopla. Ja, dat tribune is van 1948. Hè. Dan mogen ze toch niet zomaar wegdoen? Ja, dat is geclasseerd, dus zo gezegd. Hè. Ja. Zullen we ons even in de zetel zetten? Ja, ja, natuurlijk, ja? Natuurlijk. Dat is dus de kampioenenploeg van 1947-48. Hier zit Erik de Sadeleer. Oh. Dat is mijn vader. Dat is uw pa? Ja, 20 jaar. Amai. De man met de batonnen benen, zeiden ze dat. Is het waar? Een schone man, hè. En dat waren echt de tijden van Racing Mechelen? Ja, ja, de mooiste tijden. Ja. En wat voor een speler was hij, uw papa? Naar linksbuiten. Ja. Wat dachten de mensen toen dat uw vader op het veld aankwam met een bal? Die kost het stadion het meeste, hè. Rumoerig maken, ja, ja, of enthousiasmeren. Ja. Zijn bijnaam was Jeff Canon, hè. In een boom van een vent. Hè. Een ander beeld van Jeff Put was een botsing met de Gantoise verdediger Berlo. En bij een bepaald duel liep hij de kleine Gentse verdediger gewoon overhoop om vervolgens te scoren. Nou, de reizing, dat betekent alles. Je zet dat in groot gebrocht, je gaat dan naar bed en je stort dan mij op. Mag wel. Mogen we wel nu zo, hè? Dat gaat beter zijn. Hè? Ja, ik ben blij dat ik u hier tref. De patron eigenlijk, hè? Racing Mechelen, ja. Dank u wel. Als voorzitter wordt dan zien als de patron, hè? Ja, dat is natuurlijk allemaal relatief. En u heeft ook een speciale link eigenlijk, hè? Want we staan hier in het Oscar van Kesbeek-stadion. Hij was de grootvader van mijn vrouw. En Oscar van Kesbeek is zeer jong. Ja, op 18 jaar is dan het tweede jaar voorzitter geworden. Op 18 jaar? Op 18 jaar. Nu, dan ja, is de Tweede Wereldoorlog begonnen. En Van Kesbeek was wel gekend als iemand die dat enorm vaderlandslievend was. En hij is dan geplaatst op de lijst van de gijzelaars. Maar men heeft dan toentertijd toch beslist langs de Duitse kant om alle gijzelaars op te pikken. En Van Kesbeek is dan naar Breedonk gevoerd. Maar hoe kijkt een Mechelaar daar nog naar? Bij racing supporters is dat een legende. Hè.